Ook de 23-jarige Seppe van Holsbeke traint fulltime om zijn Olympische selectie af te dwingen. De Gentenaar is sabelschermer. Als 9-jarige rolde hij als bij toeval in de schermsport. Als ik 9 jaar was ongeveer, dan was ik naar televisie aan het kijken. Quack kent, dat zijn de neefjes van Donald Duck. Die leren op een gegeven moment schermen van een onkel. En dat was voor mij de eerste keer dat ik inzag van schermen is niet alleen vechten, het is ook een sport die je kan leren. En zo zei ik tegen mijn moeder van kijk, ik wil die sport doen. Ik was toen ook op zoek naar een sport, een hobby. En zo ben ik in schermen beland eigenlijk. Juist, dezelfde oefening. Tik, 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 bom. In de schermen kan men kiezen uit 3 wapens. Degen, floret of sabel. Voor de 9-jarige Seppe werd het de sabel. Dat is eigenlijk ook puur toeval. Bij ons in de club is het zo het systeem om de 3 wapens te voorzien van genoeg nieuwe leden, is er 1 jaar sabel en 1 jaar floret. En ik was toevallig in het jaar van de sabel begonnen. En zo ben ik in de sabel beland. Puur toeval. Wel meer sporters krijgen in de loop van hun carrière een bijnaam. Eddy Merckx was de kannibaal, Jean-Marie Pfaff werd El Simpatico en Stefan Everts de legend. Seppe van Holsbeke is al jarenlang kapitein Zeppos. Op mijn 17 in onze club heb je 3 wapens en in elke wapen heb je een wapenkapitein. Dat is iemand die tussenpersoon is tussen de jeugd, de inkomende jeugd en de trainers. Dus zo een beetje de ombudsman daartussen. En ik was al op mijn 17 jaar de wapenkapitein. Kapitein Seppe, ja, de linker slijl gerecht, kapitein Zeppos. Hij gaat achteruit en toch wil altijd. Als hij achteruit gaat, laat hem. Van Holsbeke staat momenteel 43ste op de wereldranglijst en moet nog een 10-tal plaatsen stijgen om een rechtstreeks Olympisch ticket af te dwingen. Alternatief is het Europese zonetoernooi op 22 april volgend jaar. Daar moet hij dan wel bij de top 2 eindigen. Zelf schat hij zijn kansen op 70%. 14-10. Om in Londen te geraken moet hij wel nog verbeteren en aan zijn zwakke punten werken. Mijn sterke punt is mijn aanval vooral. Ik kan zeer goed aanvallen. Een zwak punt is, als mijn aanval mislukt, zit ik in een moeilijke situatie vaak. De tegenstanders weten dat ook. En dan begint het anticipeerspelletje van oké, hij valt graag aan, we laten hem eerst aanvallen. En dat is een stukje schaken dat er dan gebeurt. Voor de rest denk ik dat ik veel gegroeid ben het laatste jaar, ook mentaal. Als ik achterstand nog kan ombuigen, dan begin ik te voelen dat dat echt goed lukt. Met zijn 1,98 meter is Van Holsbeke een van de grootste schermers. Veel rijkwijde lijkt een voordeel. Het is inderdaad meestal een voordeel. Vooral ook omdat ik snel ben en heel snel bij mijn tegenstander ben. Het nadeel, zoals ik daarnet zei bij de aanval, als ik uitgevallen ben en ik val tekort, is heel mijn arm 2 keer zo lang als de gemiddelde schermer. Mijn arm is ook raakvlak, dat is ook elektrisch en dan ben ik heel kwetsbaar.